Zij kan gewoon niet paardrijden. Ze kan er beter mee stoppen. Het is gewoon over en voorbij. Doei, ik ga aan de wijn. Hier is het ook helemaal. Oh ja, oh, best erg nog. Ik ben al 10 meter aan het remmen. Hallo. Hallo. Ben je spullen aan het verzamelen? Ja, dit moet in de auto, dit moet op het paard. Hoi allemaal. Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe videovlog. Wij zijn momenteel onderweg met City naar de springles. Maar dat gaat niet weer een hele springlesvideo zijn. Oh, ik ben niet eens op beeld. Maar we gaan vandaag een stukje filmen. En misschien morgen en maandag. Want maandag komt Sterre voor Yellow. Want Yellow wordt al geschoren. Iris heeft dus haar... Iris heeft dus haar derde springles met City. Echt leuk, dat wou ik eigenlijk alleen vertellen. De rest zien we zo wel. Dus veel plezier met kijken. We zijn er. En City is verdacht rustig, hè? Ja, een beetje eng bijna. Beetje. Oh.
Oké, okay, nou, ja. Ik ga dus even vertellen hoe het ging. Het ging afschuwelijk. Zij kan gewoon niet paardrijden. Ze kan er beter mee stoppen. Het is gewoon over en voorbij. Doei, ik ga aan de wijn. Tickers van Martien. Of ik doe gewoon eens Martien. Ja, zij, ik ben de spuugzat. Ik ben helemaal spuugzat. Ik ga lekker aan de wijn. Doei. Deze les ging dus eigenlijk alweer beter, vond ik, dan de vorige keer. We hebben ook een klein parcoursje gedaan, waarvoor ik eigenlijk gekozen heb om dus met een in-uitje een lijntje in te rijden. Dat ze dan vervolgens in een makkelijke afstand verder kan galopperen. Dat ze ook een beetje het gevoel krijgt om een sprongetje uit het galop te maken. Waar ze nog moeite mee heeft is om de dingen die ze eigenlijk wel opgestoken heeft en wat ik verteld heb, om die dan ook op het moment van springen toe te passen. Dan is het eigenlijk allemaal een beetje kwijt. Maar ja, ik denk dat het komt met de tijd. Dat ze gewoon meer ervaring moet opdoen en ontspannender moet worden. Dat ze zichzelf ook tijd geeft om na te denken. En vooralsnog hebben we dus wel een soort van parcoursje gedaan en uit galop gesprongen. Dus ik ben helemaal blij. Hoi allemaal, we zijn weer terug. Nou ja, terug. In de auto. Nadat we nog heel lang gekletst hebben en zo. Hoe ging je les? Goed. Het was wel weer eventjes nodig. Ik had van de week best wel wat problemen met City namelijk. Met rijden, dat ze dus, wat we wel eens vaak hebben gehad, dat ze zo echt die kaak er even tegenin kan zetten. Sinds ze weer aan het opbouwen zijn, of sinds haar ongeluk, sinds wij weer rijden, heeft ze dat af en toe. Alleen het was afgelopen week wel echt heel erg en ik wist dus niet zo goed of ik nou zelf zo stom aan het rijden was. Yeah. Of dat ze toch last heeft van iets van het veulen of weet ik veel wat. En dan ga ik dus net niet doorpakken, dan ga ik een beetje twijfelachtig rijden omdat ik bang ben dat ik iets aan het verpesten ben. Je weet even net niet waar het aan ligt en hoe je het op moet lossen en dan loop je weer vast. Je moet gewoon af en toe weer iets assertiever zijn en vroeger was ik dat meer dan nu, want City is eigenlijk gewoon net te lief ik voel me heel gauw heel schuldig bij dat paard als ik iets verkeerd doe, dat ik denk nee, ze is te lief. Dat terwijl ze daar misschien uiteindelijk wel misbruik van aan het maken is. Ja, dat waarschijnlijk wel. Ja. Dus net voordat Sanne de camera aan heeft gezet, heeft Wesley mij daar echt even goed mee geholpen. Want toen ik daar de bak in liep, begon dus weer direct dat gedoe. En even met de juiste tips kwam, was het ook eigenlijk heel snel weer over. Dus gelukkig was het niet iets ergs of iets wat echt heel erg verpest was of zo. Het was gewoon een stukje miscommunicatie, denk ik. Ja. En ook een beetje City die wel wat levendiger wordt. En gewoon ook wat dingetjes aan het uitproberen is. Je leert ze eigenlijk gewoon beter kennen en zo. Ja, want ze is ook echt weer voorwaarts. Ze is vlotter, ze is wakkerder, ze is blijer. Dus je merkt ook eigenlijk dat dingen eigenlijk wel beter gaan. Maar aan het begin, en aan het begin denk je elke keer, dit wordt helemaal niks. En dan uiteindelijk elke keer gaat het weer beter. Elke les. Dus uiteindelijk is er. Want nu heb ik ook vanuit galop een sprongetje gemaakt. Ja. Doodeng, maar het is gelukt. En aan de ene kant, want op een gegeven moment toen had ik een lijntje gesprongen en Wesley had gezegd, het is de laatste. En toen was ik echt blij dat het einde in zicht was. Maar dat was. En toen ging die mis en toen moest ik nog een keer. En aan de ene kant denk ik, want ik heb dan in het begin één weigeringetje gehad en het is eigenlijk helemaal niet heftig. Maar dan heb ik het gevoel dat ik zo weinig controle heb, dan maak ik me alweer helemaal druk om van alles en nog wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Terwijl City je eigenlijk zo lief meeneemt. Dus ik moet daar gewoon een beetje meer vertrouwen in hebben. En zelf iets consequenter zijn in plaats van alleen maar denken, oh, dat gaat helemaal mis. Oh, dat gaat helemaal mis. Want als jullie die microfoon een keer bij mij hebben in plaats van bij Wesley, je lacht je dood, denk ik. Dat gaan we de volgende keer doen. Lijkt me echt leuk. Nu gaan we terug naar huis. Het is een beetje uitgelopen. Want het is altijd heel gezellig en zo. Ja, we waren nog weer van alles aan het kletsen. Ja, Jello staat klaar. Hallo. Het is vandaag maandag. En gisteren heb ik natuurlijk een buitenrit gemaakt. Sterren! Nee. Ik heb gisteren een buitenrit gemaakt met Sanne. Die beelden zien jullie nu hier. Oh,
En vandaag is Terre er om Yellow te scheren, want ondanks dat we Yellow nog niet zo heel intensief rijden, heeft ze wel dat kleine stukje wat te doen dat ze echt al gelijk zweet, zeg maar. Dus als we van de bak, of hier van stal, zeg maar, naar de bak stappen, dan is ze al helemaal bezweet. En dat is soms ook omdat het mentaal misschien een beetje veel is om te verwerken, of omdat ze echt mega pluizig gevacht heeft. Maar wat de reden ook is, ze droogt zo nou van niet op, dus daar moesten we wel echt even wat aan doen. Dus we gaan haar niet helemaal scheren, maar gewoon eventjes dat ze het zweet kwijt kan. En we hebben geen idee hoe ze gaat reageren, dus dat gaan we nu beleven. Weet ik veel. Hoi! Nou. Ben ik weer. Nou, nu gaan we Yellow scheren. En Yellow ook nog... Dankjewel dat ik ook op de camera mag. Yellow heeft nog nooit scheerapparaat gezien of gehoord, volgens mij. Ja. Dus we gaan kijken hoe die erop reageert. En ik ga gewoon rustig eerst even aan het geluid laten wennen. Kijken hoe die daarop reageert. Hij wil nu al bijna opeten, dus ja. Goed teken. Ja, en dan eet altijd alles op. En dan zien we wel. Ik ga hem aanzetten, kijken hoe die reageert. Oké. Het boeit hem niet. Nee, echt wel. Nou, hij is heel wild. Dat is heel goed en het is altijd belangrijk om het niet, ja, hij ging zelf met zijn hoofd erheen, maar belangrijk om een beetje hier bij de schouder te doen. Niet te ver naar achteren, want als ze trappen dan sta je best wel vaak in de zon. En niet gelijk bij het hoofd, gewoon zo van bam, hier zo. Bij het hoofd, dat is ook zielig. Jij gaat dus even luisteren. Dus het is belangrijk als je de eerste keer je paard scheert, mooi hier een beetje bij de hals. En eerst gewoon aan het geluid, reageert hij niet op geluid, kun je hem een keer tegenaan leggen. Gewoon zo dat hij de trilling voelt van het scheerpraat. En als dat goed gaat, dan kun je eigenlijk beginnen. En begin bij een paard die het niet kent, altijd hier bij de hals. Dat is eigenlijk het beste om te doen, want de buik vinden ze vaak ook onder de buik ook spannend. En als ze hier al een beetje gewend zijn, dan scheelt dat voor de rest. Oké. Ja. Mega veel. Ja, wat een pak, hè? Je kan er naar school. Ja, dat is nu een staartje. Een staartje, hè? Hallo. Niet te haren opeten. Dat is ook een omdat het er niet uitziet. Het is lelijk. Dus er mag geen lelijk werk afleveren. Nee, dat is waar. Normaal is het een knappe pony. Kijk, ik had het niet jongens. Kijk. Ik kan er even niet buiten filmen, want het regent heel hard. Hier is het ook helemaal. Oh ja, oh, best erg nog. Laat eens zien wat je hebt over je klamotons. Je kan zo voelen, zo over de vacht heen, maar ik voel hier echt... Nee, ik voel het ook eigenlijk alleen op het voorhoofd. En nou, de kaak dus iets. Ja. Wat beter dat hoofdkuil. Ja, staat er liever. Nee. Deze kant ook even. Ik zei toch, Bambi gaat zo in je bil bijten. Bambi! Ja. Hoi jongens! Ja, ik was dus al die tijd alleen, maar in één keer zo... Was Sanne daar, toen was het weekend. Ja. maar
Sanne is een paar dagen geleden geschoren. gisteren, om precies te zijn. Mijn beentjes zijn weer glad. Jezus. Heb ik echt een paar maanden niet gedaan. Want winter, je kwam ook wel. Zo'n kleurverschil onderuit en allemaal appeltjes. Ja, wat heb jij ervaren tijdens het scheren van Yellow? Want ik heb de beelden teruggezien. Was schattig, hè? Ja, en ik heb er ook al gereden ondertussen. Maar dat... dat terzijde. Dat in een andere video. Ja. Nee, Yellow die was dus de eerste keer scheren. Ik wist natuurlijk niet of ze braaf zou zijn. Maar ze was echt mega braaf. Sterker nog, ze vond het echt nog wel relaxed ook. Ze stond echt helemaal zo te slapen. Ze vond wat ik aan de beelden zag, inderdaad, stond ze gewoon zo. Ja, ze vond het gewoon gezellig. Ze ging gewoon een dutje doen. Dus dat was echt mega braaf. Ze stond gewoon los de hele tijd. Ik stond wel bij touw, just in case. Maar was eigenlijk helemaal niet nodig. Ja. Ze stond daar gewoon te chillen. Lief. En er kwam echt een heel schattig kleurtje onderweg. Want ze is nu dus veel lichter. Maar ze is echt heel licht. Sommige stukken een beetje donkerder wel. Maar ook weer stukken echt bijna wit. En helemaal appeltjes op de buik zie je nu dus. Maar je ziet nog wel dat fossie. Het is echt een heel ander kleurtje wat ze bovenop heeft. Dus het is echt zo'n color blocking. Ja, maar wel echt, heel schattig. Maar dus ze was hartstikke braaf. En uiteindelijk hebben we wel haar hele hoofd moeten scheren. We wouden eigenlijk zo tot het jukbeen doen. Maar hebben nu dus haar hele hoofd gedaan. Omdat ze van het zweten, zeg maar, onder de voorpluk had ze dus helemaal bultjes gekregen. Omdat ze dan gaat zweten tijdens het rijden. En dat blijft daar eigenlijk net een beetje langer... nat, omdat dat eigenlijk een beetje afgedicht wordt. Die pluk zit ervoor en dan kan het niet goed drogen en dan gaat het irriteren. Nou ja, dat zag je dus, want ik had het eigenlijk zo met de vacht niet eens echt gevoeld, maar toen gingen we er een stukje overheen en het kwamen dus allemaal beeldjes tevoorschijn. Dus toen hebben we gezegd van dan scheren we dat helemaal, want dan kunnen we het ook beter behandelen. Want anders dan is die vacht echt gewoon te dik om helemaal tot op de huid zo wat te komen. Dus zo zie je maar weer dat niet scheren niet altijd beter is. Nee. En ook omdat we niet willen dat het in de toekomst weer zo nat blijft. Ja. Dus hebben we uiteindelijk haar hele hoofd gedaan. En ik vind het eigenlijk best wel heel schattig. Ja. Nee, nu heeft ze echt zo'n chic hoofdje weer. Ja, ze heeft zo'n sporthoofdje. En ze was in het bos ook weer heel braaf, hè? Ja. Ja, de volgende keer zullen we weer proberen te filmen. Maar ik heb helaas door stage een beetje weinig tijd. Sorry, jongens. Dus, het wordt beter. Je hebt het met mij te doen. Heel even. Maar dat was deze video. We hebben best wel veel gedaan. Ondanks dat het... verspreid was over verschillende dagen. Dus we hopen dat jullie het een leuke video vonden. Laat onder in de comments weten wat jullie de volgende keer willen zien. Of als jullie nog leuke ideeën hebben voor Vlogmas. We willen jullie heel erg bedanken voor het kijken. En vergeet niet te liken, te abonneren en op knopjes te drukken en zo. Behalve die duim naar beneden. Verder mag je wel gaan klikken. Doei!